Ga je iets heel anders doen? Ga je iets heel erg leuks doen? Doodeng. Wijken erin klappen. Ja. Naar de Febo, hè? Mag namelijk mee naar de gouden televisiering, uitreiking. Dit is voor mij super spannend. Ik fiets zo het Vondelpark in. Ik ben op weg naar Bridget. En ik ga met haar galajurken doorpassen. Wat over iets meer dan een week zal plaatsvinden. Dus ik ga kijken hoe ze dat doet. Wat haar stylist al heeft uitgezocht. Een kijkje achter de schermen geven. En ja, dat is mijn schoonzus. En daar heb ik ontzettend geluk mee. Hele leuke chick. Dat zal je zien. You're printed in my brain. Is het gelukt wat ik wilde? Ja, ik heb twee jurken besteld. Maar die met dat dingetje? Ja, die heb ik. Ik zat te gek. You're printed in my brain. Self-portrait. I have this movie in my mind. Ik vind het ook leuk met het haar. Ja, ik vind haar zo ook mooi. Wel een beetje halfvast. Ja, die lengte. Ja, voor jou. Ja, ja. Doe dat haar maar. Ja. De foto. Doe een splitscreen van jou. Oké, okay, ik doe mijn haar wel vast. Nee, ik doe het ook los. Ja, los is juist zo mooi. Denk ze allemaal dat we zusjes zijn. Ja, maar dat is in een way ook zo. Eigenlijk wel. Ja, maar dat haar is ook heel warm. Ja. Zo lang is haar. Veel warmer. Ja, is veel warmer. Ja. Printed in my brain. Ja, met dat volume. Oh ja, nou dat stond op de planning dus. Maar ook als je beweegt, heel erg drama. Ja, eigenlijk meer als je zelf over de rode loper moet. Ik ga nu natuurlijk eigenlijk niet zelf over de rode loper. Nee, dan is het echt zo van, oh ik stil al jullie licht. Heb je ook al slapeloze nachten van de televisie gehad? Nee, ik niet. Wacht. Maar dit is mooi bij je schouders, dat het zo'n zachte lijn is. Ja. En die andere is ook zo heel gaaf. Ja. Dit ja. Moet je echt het geheel echt zien. Ja. En ook wel toch een taai niet dus zo dat je weer zo lijkt. Hey. H&M? Nee. Ja, maar ook echt €34 of zo, hè? Ik heb nu drie dingen voor ons gemaakt en dan zegt Pitsy, wat is dat? Ja. Dat is voor ons. Ja, gewoon wat wij echt aan. Oh, is die boom? Ja, die wil ik houden. Ja. Twee aanschrift voor maat. Die is gaaf, ja. Dat hoort ik ook. En dat, dit maakt heel dik op tv, het is vreselijk fluweel. Nou, met die titel, dat is eigenlijk niet te doen. Maar ik heb ook een hele lieve vriendin die een hele mooie winkel heeft, Church of Labels. Dus daar mag ik eigenlijk altijd alles lenen. Maar nu we toch bezig zijn. Want wat zijn jouw maten? Jij kent je eigen maten wel. Kijken wat jij nog hebt of wat er leuk is. Schat, en ik ben super blij met je, Gerion. Heerlijk. Ik ook, dankjewel. Ja, dank je. Nieuw haar. Veel meer hier korte plukken. Ik ben even aan het kijken wat ik zelf voor gala kleding heb en het is niet veel. Ik ga gelukkig zometeen naar Bridget om te kijken of haar stylist ook nog een paar mooie dingen voor mij heeft. Die ik even kan passen en als ik erin pas dan kan ik een van die dingen aan. Maar ik moest natuurlijk wel een backup plan hebben, want morgen is die uitreiking. Deze jurk van Rick Owens vind ik echt waanzinnig. Ik heb die paarse pumps van Tots. Dit is zo'n diagonale lijn. Het is wel strak hoor. Ik heb nooit strakke dingen, dat weet je. Twee shapewares natuurlijk. Misschien nog wel een paar vette oorbellen. Want ik dacht, oh gala, dat heb ik wel. Ten eerste, hij gaat niet meer dicht. Maar ik trok hem aan. Brian zat deze jurk dus finaal af te fikken. Hij zegt, de taille zit te hoog. Printed in my brain. I have this movie in my mind. I watch it over. Dus van de Conscious Collection van H&M van 100 jaar geleden. En die is helemaal gemaakt van gerecycled polyester. Watch it over and over again.
was wat ik had. Er zit dus maar één kanshebber bij. Oké, alles is veranderd. Britt voelt zich helaas niet lekker. Ik ga nu mee met Olje, want die gaat mensen interviewen op de rode loper. Dus ik ga nu zelf even doorpassen. Is zo spannend, jongen. Ik moest aan Prinsjesdag denken, maar ja, ik weet niet of dat is wat je Vintage pak, ik denk uit de jaren 70, eind 70, ja. De jaren 80 ook, die enorme schoudervulling. Ja, dit is gewoon echt, waar heb je zin in? Doodeng. Ik weet helemaal niet hoe dit is met dit soort mensen, met echt allemaal alleen maar professionals. Maar ik ga het toch doen. Nou, ik heb mijn jurk aan, ik ga hem laten zien. Een zwarte kimono met een structuur aan. Zit hier. Dit is one shoulder. Hubertje besteld. Namen. Ik loop het Leidseplein. Ik hoop dat ik erin kom. Dat ze mij heeft aangemeld. Maar en Tijmen Visser ken ik toevallig. Nee, die ken ik niet. Wie is dat? Oh, dat is de eindredacteur. Oh, nee. Of heet het hoofdredacteur? Dit gaat er dus uit. Tijmen! Oh, ja. Hoe word je een YouTuber? Natuurlijk. Ja, ik ben heel blij dat ik met jou mee mag. Ja, en dat vind ik heel fijn. En we gaan gewoon een wijntje erin klappen. Ja, en dan, kan dat van tevoren. Tuurlijk. En dan hopelijk dat mensen ook je vlog gaan promoten voor je. Als ze erin zitten. Dus dat is wel leuk. En in de meanwhile zie ik ook nog steeds verbetering. Dus het is ook helemaal niet verkeerd om een opstartfase te hebben van een paar maanden. Want ik ben net begonnen met vlog. Ja. Denk ik, oh mijn god, dat zie ik eruit. En ik had wel make-up op kunnen doen en ik praat zo stom en dit is zo suf en ik vind jou echt heel inspirerend. Nee, want jij bent echt schaamteloos. Jij zegt gewoon alles en je laat ook alles erin en dan zeggen mensen ook van mij van, oh, je bent helemaal jezelf, maar ik ben nog niet zo schaamteloos. Te verlegen misschien, dus. Zo perfect andere maand vlog. Het zijn echt helemaal picture perfect, misschien moet ik een beetje daartussenin gaan zitten. Nou ja, dat zou kunnen. Maar het is een beetje ongepolijst en ik denk uiteindelijk houden mensen daar denk ik wel van. Dat is volgens mij de hele kracht van vlog. Maar ja. Ik zou het dus heel moeilijk vinden om niet mezelf te kunnen zijn. Ik zie dus jou altijd, wat ik dus heel slim vind, op Instagram, een soort trainer. Dat doe ik ook, maar goed, ik heb niet veel volgers, dus dat werkt nog niet. Maar dat is wel waardoor ik denk, oh ja, ik ga even bij jou kijken. Toch zie ik dat weinig mensen doorklikken vanuit Instagram naar mijn vlog. Dus dan moet ik echt nog meer pushen op de een of andere manier. Maar ja, ik ben echt een nieuwe vlogger. Hè? Maar Instagram bijna 200.000 volgers. Maar ik heb als abonnees maar 5.000 abonnees op YouTube. Ja, maar je had wel 20.000 views op die daarvoor. Ja. Ik keek even naar eentje die iets ouder was. Ja. Gisteren toevallig. Ik dacht, dat is een heel hoog aantal views. Terwijl je Instagrammer bent, zegt namelijk ook niet dat je een YouTuber bent. Nee, dat klopt. Ja, ik ben dus echt geen YouTuber. Ik wil een YouTuber worden. Dus hij gaat mij volgende week leren hoe ik nog beter kan vloggen. Op les. Hem niet hoor. Dus nee. Ik moet dan nog even gaan kijken. Ja, en hij is best wel voor mij een van de meest populaire mannelijke vloggers. Maar hij heeft tegen mij gezegd dat ik meer mezelf moet zijn. Ik zeg, nou, ik ben 100% mezelf, dude. Ja, ja, maar hij... Nee, maar hij is natuurlijk wel echt. Hij heet Bravo Nick Bashed ook, toch? Dus hij is bezig met mensen uit. Ja, ja. En dat heb ik niet. Ik wil wel gewoon mijn dagelijks leven zo eerlijk mogelijk laten zien. Maar ik ben nou niet iemand die continu controversie of zo zoekt of mensen wil uitdagen. Dus misschien vindt hij me daarop saai. Maar Bravo Nick, fuck jou. Maar je krijgt wel les, dat is dan wel heel. Dat is wel waar, dat is wel waar. Oh nee, sorry, niet fuck jou. Gaat rekenen, luisteren we dan is het einde van mijn reporting. Dan gaan wij weg. Daar beginnen we niet aan. Dit haar blijft niet zo dan. En je bent niet nerveus, neem ik aan? Nee, absoluut niet. Je moet alleen nog één oog met mascara. Make-up moet op, je ziet het nu niet. Ik heb alleen maar één oog met mascara. We zijn er. Even de ingang zoeken. Oh, is dit hem? Is dit een ellende? Moet jij nog helemaal jezelf even oppeppen om dan dat te durven te doen? Vandaag even van de grond af rapen en zorgen dat ik geschet worden, want met deze moed... Hallo, ik ben Roos. Nou, al die hakken op mijn voet heen. Stronger. We gaan de sterren uitdelen met Old J. Het evenement waar je moet shinen, hè? Ja. Maar jij bent de ster vanavond. Nee. Hoe lang ben je al
blauw. Stop het maar mee, zullen we wat anders doen? Nou, gelukkig heb ik nog wel een ander bedrijfje wat kan runnen. Een bedrijfje? Ja, dat komt wel goed. Okay. Nieuw is aan het hele reporter verhaal, want normaal ben ik altijd degene die soort van... Wordt gevraagd. Ja. Dus ik vind het wel tof. Bizar. En jij ook zei, allemaal wilders, ik word gewoon gedist door wilders, ik wil meer. Ja. Ik ben met 0 sterren om extra 1. Ja? Maar ik weet niet wie daarom genomineerd zijn. Nee. Ja. Ik sta hier bij de Kali Televisiering en ik hoop echt dat het zondag met Luba gaat winnen, want het is zo fijn. Voor mij komt iedereen aan, kan zien, ja. Kunnen ze dus nog even de laatste keer outfits checken? Onze mag als enige op de rode loper. Ja, dat heb ik dus net gehoord van Aaron, ja. Want iedereen moet achter deze dranghekken blijven. Ik ook mij nooit kunnen tegenhouden, met geen enkel hek. Ik heb hem ook, hè. Kijk, kunnen we ook gewoon vloggen. Ja. Lopen en kijk eens. Oh, en onze heeft ook gevlogd erbij, Pip. Ja. Jij wordt de hele avond gevlogd. Heerlijk, ja. Ik voel me echt heel bijzonder. Ik niet meer zelf. Kijk, moet je kijken. Ja. Het is best wel heel raar dit, als ik een soort van spiegelbeeld heb. We vloggen en we zijn gewoon aan twee kanten voor een vlog. Je moet zwemmen. Ja, we gaan ons kosten. Nee, okay. Nu focussen, nu is het klaar. Ik heb net gehoord, als de eerste keer live, je moet gaan carrière naar de maan. Nee, ik niet dat het van de fotograaf. Ja, ze waren heel streng tegen. Ik vond heel streng. Oh, de mensen komen nu. Oh my god. En, dus we gaan het vanavond hebben over de televisiering dan. Ik ga het over jou hebben, als je niet erg. Nee, tuurlijk niet. Ik vind het kijkje achter de schermen het leuk. Zit het onder mijn borst? Ja, dit zit eronder, maar als je die te laag trekt, krijg je beeldspleegje. Omdat mensen zoals ik daar nooit bij kunnen zijn. En jij bent met jouw vak bezig uiteraard. En volgens mij is het heel erg leuk als ik jou in beeld breng. Terwijl je dat je duurt me gewoon naar de ellende. Jump jij gewoon op iemand of heb jij van tevoren afspraakjes staan? Nee, maar het voordeel is wel dat ik heel veel van de mensen die ik vanavond ga zien ook ken. Dus dan is het ook altijd best wel vriendschappelijk. Onze eigen boom is hier natuurlijk, een boomtje. Okay. En ziet eruit zijn cadeautje. Wat je gaat vragen. Ja, tuurlijk. Ik vind het natuurlijk heel leuk hoe mensen een keus maken voor een jurk. Ik ben benieuwd wat ze aan hebben, waarom ze het hebben aangetrokken, of ze heel lang ermee bezig zijn geweest, waar ze zenuwachtig voor de grote dag. Zijn we live? Ja, hallo allemaal. Live. In televisieland is het natuurlijk echt een hele belangrijke prijs. Iedereen kijkt mee en ik bedoel, het is een hele mooie rode loper. Dus ik verwacht echt wel echt fantastische jurken. Ja, mooi. Ik vind, die schoentjes. Dat is mijn grootste angst van iedere BN'er die vandaag over die rode loper heen loopt. Waarom vind je dat? Romantisch, maar dan toch niet oudbollig worden. Dat is je romantische vorm. Romantisch.
gesproken. Oh. Milushka. Oh. Wow, 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 wow. Ik hou zo erg van mooie verzorgde vrouwen. Dan ook wel een beetje als het glamour pollenlandje. Dus ik hoop echt dat iedereen zijn best heeft gedaan. Want ik geef vanavond sterren. Ja. En als ik het niet mooi vind, krijg je gewoon 0 sterren. Ja. Ja, als ik het niks vind, zeg ik het gewoon. Tess Milner. Ik heb toch wel eerlijk gezegd dat ik het niet mooi vind. Wat dan? Schrik al niet zo tegen je verlies. Ik vind jouw stijl daarin heel erg eerlijk en toch ook wel heel lief. Want die mensen voelen zich nooit echt beledigd. Nee, toch? Ja, en ik meen het. Ik meen wel dat ik dan niet vind dat het mooi is, maar het is niet, absoluut niet persoonlijk. Nee. Ik denk dat ik voor volgend jaar een ander concept moet bedenken dan de sterren. Maar wacht even. Het probleem is nu dat er te veel mensen er mooi uitzien. Daar nog voor weer kijk. Ja, maar die is al een beetje aan het uitslopen nu, hè? Het is niet de bedoeling dat je zes video's ervan loopt. H&M, hoe wil je het zeker van? Even sneaky overtrek geen. Gang is helemaal leeg. Vond je het een leuke avond? Ja, het is in no time ook veel, maar je hebt wel heel veel mensen gepakt. Ja. Ik heb super trash aan. En het gaat natuurlijk uiteindelijk helemaal niet om mij vanavond. Eindelijk! Iets leuks doen! Backstage ruimte voor pers. Er zitten al die fotografen. Jurk. Geen idee dat het zo hysterisch zou zijn. Gaat aan de lopende band door en ook cameramensen onderling waren heel grappig met elkaar. Platte schoenen maar even aangedaan. Echt niets meer op die hak kon lopen. Wat is het licht erg hier, hè? Ja, hier is het heel mooi. Kijk. Ja, prachtig. Woe. Waar is onzin nu eigenlijk? Aan de bar. Ja, ik heb dat is een hele bekende man. Ja. Moet je ik heb onzin, dit is natuurlijk wel een... We betrappen jullie hier op een eentje. Ja, ja. Dit is nou ja, heel... we zullen dat maar meteen zeggen. Ja, zeg het maar. Gooi het er maar uit. Oh, heb ik een primeur? Aan de bar, terwijl ik weet wat je zegt. Kom eruit. Daar hadden we het net over. Oh, ja? Het ging daar dus echt over. Hij is een sexy man. Dekt op. Hij heeft geen inhoud. Hey, doeg. Het gaat beginnen. Lekker. Heel hard gewerkt meteen. Gaan er vandoor. Ja, ja. En kijk, het lijkt allemaal leuk, maar als je bent, dan is het van huis aan het voor mensen toch zo leuk om te zien wat er achter de schermen van zo'n perfect plaatje. Want ja. Uiteindelijk op tv lijkt het allemaal perfect. Maar de chaos en de hectiek ja. En hoe iedereen allemaal een soort van zenuwachtig langs die rode loper loopt. En dat ja, mensen echt aan het springen om op beeld te komen. Ja, niet normaal, hè. Ik hoorde ze dus allemaal zeggen van nee, we moeten langs Olze. Ik wil punten. Ik wil de score horen. Nee. Maar ik wist al dat jij niet iedereen kon doen, want daar is geen tijd voor. Gaan. Ja, is goed. Maar ik wil dat jij iets met weetwatjes aan het doen was. Ja. En ik ga hem promoten voor je. Oh, dank je. Yes. Nee, ik zit al in de taxi. Was hij daar nog? Ja, was er nog. Eva Jinek heeft net de zilveren vrouw. Oh, leuk. Heel erg toch? Leuk wijf. Ja. Even scherp, ik ga hem dan afsluiten. Hij heeft er geen zin meer in. Hij sluit hem gewoon even blurry af. We gaan lekker naar huis. Dit wordt een heel leuk vlogje voor mij, dankjewel. En iedereen, blijven kijken. Deze chick is hot.